Ooit Toon Hermans ontmoet? Nee. Maar je bewondert hem wel? Ja, jeetje, ja. Nogal, ja. We gaan naar hem kijken. Ja, heel graag. Non. Non. Ja, nee, is goed. Nee, het is goed. Het staat er hier. Non. Nee, serieus. Nee, ik dacht, omdat ik schrijf ook wel eens Franse versjes. En dan had ik dus moeten lezen non. Want de Fransen zeggen non en dan schrijven ze non. En daarom dacht ik even, ik vergis me, het is misschien Frans, maar het is goed, het is gewoon non. Als de Fransen zeggen non, dan bedoelen ze namelijk niet non. Dus een non is niet in het Frans un non of une non. Non is nee in het Frans. Nee, serieus, in het Frans. Nee is non. Maar dat schrijf je non en daarom dacht ik dat het non was, maar het is dus niet non. Het is wel non, maar het is geen Frans dus. Hè? Nee, want non is in het Frans sœur. Nee, serieus, non is sœur in het Frans. In het Engels ook, maar dan is het geen non, hè, is het Engels. Hè? Nee, maar in het Frans is het sœur, ma sœur. Mijn eerste associatie met Toon Hermans is, wat is het, een fenomenale acteur. Acteur? Want ja, als je deze tekst uittikt en je geeft dan willekeurig, is het helemaal niks. Maar als je ziet hoe hij dit opbouwt, met de stilte ertussen. En dat gezever over dat woordje non, hè, met dat meen ik serieus. En je ziet hem zelf al helemaal in die draaikolk, want het is net alsof hij er niet uitkomt. En natuurlijk heeft hij dit allemaal voorbereid. Dat is dus het goede, want hij doet dit iedere avond hetzelfde. Maar dit is zo fenomenaal geacteerd. Met die wenkbrauwen en die ogen. Even stil, zaal aankijken, weer in het boekje. Het staat er serieus. Dat vind ik het geweldige van Toon Hermans. En dan de rust die hij uitstraalt. De enorme rust. Hij had net zo goed nog een kwartier door kunnen gaan. En als ik daarnaar kijk, over inspiratiebronnen gesproken, denk ik, als je die rust kan uitstralen op het toneel, als je zo rustig opkomt. Dat zijn er maar weinig, hoor. Sinatra kon het. Hermans is ook een fan van Sinatra. Dat snap ik ook allemaal volkomen. Die mannen die met een vanzelfsprekendheid, en die gaan daar staan, die pakken een microfoon en gaan maar. Is dat ook een kunst die je een beetje hebt afgekeken voor je eigen programma's in het theater? Ja, ik denk natuurlijk niet, ik kom op als Toon Hermans. Nee, maar het heeft ook met zelfvertrouwen te maken. Het heeft alles mee te maken. Ik denk, je hebt een goed verhaal. En je moet vanaf de eerste seconde dat je daar naar het midden loopt, je moet niet als een bezeten, maar je moet gewoon rustig. Het is die eerste 5 seconden dat je eigenlijk je visitekaartje afgeeft. Dat heeft hij zo ontzettend goed. Als hij opkomt, dan is het meteen zonneschijn en gezellig. Maar dat kun je natuurlijk zien en bedenken. Maar of je het zelf ook kunt, is dan een tweede. Dat is nog best lastig. Ja, maar kijk, ik speel niet als Louis van Dijk. Ik speel niet als Toon Hermans. Maar je neemt het toch ergens mee. Dat zijn algemene vaardigheden bij een toneelwetten. Zoals je opkomt, zoals je een publiek aanspreekt, zoals je ze aankijkt. Timing, dat heeft hij natuurlijk zo fenomenaal. Dat vind ik het goede. Hij hoeft voor mij ook helemaal niet geestelijk te zijn. Hij heeft ook stukken, begint hij over zijn jeugd in Sittard. En dan zijn er een minuut lang geen grappen. En heeft hij het alleen weer over een tante Jo of een tante To en weet ik het wat. En dan zit hij daar en dan zit hij met zo'n. Hè, dan gaat hij zo zitten. En dan gaat hij op die stoel die hij noemt, we gaan even in de frituur. Hè, dan heeft hij zo'n stoel met. Die lijkt ook op een frituurpan. En dan gaat hij zo zitten. En voor mij mag hij gewoon 3 minuten zo blijven zitten. Dat is magisch om te zien. Werken de grappen dan juist ook sterker? Als hij dat soort momenten van weldadige rust inlast? En dan zegt hij, zet hij de microfoon zo. En dan zegt hij, we zetten de microfoon wat lager. Dan is het nog gezelliger. Weet je al? Ja. Dan ben ik verkocht. Dat is niet even improviseren. Tuurlijk heeft hij het al improviserend. Voordat hij op toeneen ging, heeft hij dat zo bedacht. En op een gegeven moment, dit is hem.